makkelijk. De hond zit voor je of staat voor je. Ja? Nou, en de bedoeling is dat je gaat leren op een heel snel tempo door jouw benen te gaan. Dus eigenlijk onder jouw benen door. Hè? Dus wat is het? Het makkelijkste is om het zo te doen dat je een brok tussen je benen doorgooit naar achter. En dan draai je om. Ja, dus eerst doe je geen commando en als de hond het verhaaltje snapt, dan verbind je het commando doordraad. Nou. Dit is natuurlijk heel onhandig wat ik nou doe, hè, want eigenlijk mag dat niet. Maar dat is ook wel heel goed om dat op de film te hebben. Want dan kunnen de kijkers zien dat de instructeur de mist ingaat. Zorg ervoor dat je niet allerlei bungelende dingen hier hebt hangen. Want dat leidt echt heel erg af. Hè. Dus. En wat ik nou doe is ik gooi eerst een brokje. Daar en vervolgens gooi ik een brokje daar. Dan draai ik me om. En dan doe ik weer hetzelfde. Probeer ik ervoor te zorgen dat dat brokje ver genoeg is. En dat doe ik nog. Dat doe ik net zo lang tot de hond snapt wat het is om door te gaan. Op het moment dat de hond het snapt, en daar kun je hele leuke spelletjes mee doen. Dan zet je door en dan gaat hij door en dan draai je om. En nou ja, dat is vooral leuk als je straks aan doggy dance gaat doen. Hè? Hè? Als je dan aan doggy dance gaat doen. Hè? Ja, goed zo! Goed zo! Goed zo! En omdraaien nu. En omdraaien. Ja, heel goed.